Belangrijke pijler in de nieuwe omgevingswet is het integrale samenwerken. En dat is natuurlijk binnen de overheid, binnen bijvoorbeeld de gemeentelijke organisatie. Hè, zodat ook de belangen goed tegen elkaar kunnen worden afgewogen. Maar ook buiten de overheid, tussen organisaties, bedrijven, verenigingen, maar ook de burgers zelf, is die samenhang en het integraal samenwerken heel erg van belang. En een mooi voorbeeld is hier in Breda van toepassing. Dat is namelijk de Mark, een belangrijke rivier die van België naar Breda stroomt. Het natuurgebied zou je willen vergroten door uiteindelijk bedrijven uit te plaatsen, kavels te wisselen, waardoor er ook meer ruimte komt, maar ook om te recreëren. Maar wat belangrijker is dat je voor die wateropvang, dat die rivier meer moet gaan slingeren, zoals je dat hier ook in het gebied al ziet. En dat zou je eigenlijk nog verder willen doorzetten. Het meanderen, zoals we dat noemen, waardoor uiteindelijk de capaciteit van de wateropvang aan deze kant van de stad echt drastisch vergroot. En het mooie van dit voorbeeld in Breda is nu dat er gewoon burgers opgestaan zijn. Die hebben koppen bij elkaar gestoken, zijn erg betrokken. Die hebben verenigingen opgericht, de vereniging Markdal. En die zijn in gesprek gegaan met alle belanghebbenden in het gebied. Dus de boeren, bedrijven, iedereen die een stuk grond of kavel had. Het aardige is dat burgers daar onderling eigenlijk veel makkelijker uit kunnen komen dan als de overheid daar van bovenaf probeert op te sturen. Maar uiteindelijk heb je die overheid, die gemeente, is natuurlijk wel nodig. En naast de twee gemeentes waar het gebied zich over uitstrekt en de provincie, is natuurlijk ook het waterschap van groot belang. Omdat het gaat natuurlijk over wateropvang en over het beter geleiden van het water naar de stad toe. In dit geval waren de belangen van zowel de overheid als van de burgers die het initiatief hebben genomen echt helemaal in dezelfde lijn. We hadden dezelfde doelstelling en daarmee konden we elkaar ook goed steunen om de formele procedures ook af te ronden. Ik ben Chef Langeveld. Ik ben lid van de vereniging Markdal Duurzaam en Vitaal. We proberen de belangen van de individuen te koppelen aan de belangen die algemeen gelden en andersom. En dat geeft wrijving, die moet op elkaar afgestemd worden. Maar dat is wel wat er aan de hand is. Daar blijkt dat elke keer het daarom draait. Dus iemand die zegt, doe niet mee. Ik zeg, waarom doe je niet mee? Ja, wat ik wil, dat kan toch niet. En het blijkt dat het elke keer wel kan als je het maar in het algemeen belang plaatst ten opzichte van het privébelang. Francine Evers, die woont hier. En dat is een van de bewoners van het Markdal en die woont op een heel bijzondere plek. Ze heeft hier een vakantiewoning, die staat tussen de bomen daar. En ze heeft een eigen meander, die heeft haar vader ooit gekocht. En ze heeft nog een aantal percelen hier vlakbij liggen. En toen we haar vroegen van, zou je mee willen doen aan dit belang? En dat, dus het maken van die natuur en die vrijstromende markt. En toen zei ze, ja, en wat is jouw belang dan? En toen zei ze, mijn belang is dat mijn vakantiewoning een gewone woning wordt, dus dat ik gewoon woonvergunning krijg. De nieuwe vrijstromende markt, die op haar terrein al ligt als een meander, die gaat op haar terrein ook door. Op de plek waar we nu staan hier, daar komt straks de nieuwe vrijstromende markt doorheen te lopen. En het kanaal wat daar ligt, dat blijft als restant voor een deel over. Wat we ontdekt hebben, dat alles vastzit. De angst bij de mensen die de procedures moeten hanteren, is erg aanwezig. Bijvoorbeeld, noem ik dan, als we met het waterschap aan het werk gaan, dan gaan ze allereerst een dag lang bekijken wat de risico's zouden kunnen zijn dat je met elkaar aan het werk gaat, in plaats van wat het succes zou kunnen zijn. De procedure is vaak de vijand van de creativiteit die bij de medewerker van de gemeente is. Maar wat je met elkaar nodig hebt, dat is het vertrouwen dat je voor elkaars belangen opkomt en dat er een samenhorigheid is. En dat je dan zegt, wat heb je dan nodig van je partners, dat je elkaar daarin vindt. Werken in de geest van de omgevingswet betekent meer en beter en eerder samenwerken met bewoners en met organisaties in het plangebied. En het perspectief voor het Markdal, duurzaam en vitaal, is een fantastische doelstelling. Dus samenwerken met de vereniging Markdal om dat doel te verwezenlijken, graag. Ik ben Karin van Bijsterveld, ik ben projectleider namens de gemeente Breda. En ik wil met enkele voorbeelden uit de praktijk illustreren wat we daarbij zoal tegenkomen en welke lessen we daarbij leren. Het hoofddoel van deze ontwikkeling is het herstel van de beek en van de natuur in het Markdal. En daarvoor is veel grond nodig. En om die grond beschikbaar te krijgen heeft de provincie bestaande regels aangepast. Grondeigenaren in het gebied krijgen nu de mogelijkheid om iets te ontwikkelen in ruil voor het beschikbaar stellen van grond. Wat we hier zien is een voorbeeld daarvan. De ontwikkeling van een woning met een bed and breakfast daarbij.
En de eigenaren die geven een deel van hun grond af ook om die natuur en die beek in het Markdal verder te kunnen ontwikkelen. Maar wat is nu de meerwaarde van een project buiten de projectgrens? Ik heb gemerkt dat het van belang is om ook over de grens van een project heen te kijken. Wat zijn de effecten van een ontwikkeling op de omgeving? Hoe verhoudt een ontwikkeling zich tot het algemeen belang? En hoe past het binnen bestaande wet en regelgeving? En dan lijkt het soms dat je als gemeenteambtenaar op de rem trapt en niet creatief meedenkt. En dan helpt het om de discussie te gaan voeren aan de hand van ja, wat is nu de achterliggende doelstelling? En waar willen we voor waken? Wat willen we bereiken? En in het geval van dit project meer water in het Markdal. Maar tegelijkertijd de kelders in het nabijgelegen dorp, die moeten wel droog blijven. Initiatiefnemer en ambtenaar samen vanaf het begin aan tafel. Samen denken, samen werken, samen het plan maken, dat klinkt heel goed. Maar ja, ik heb wel gemerkt, vanaf het begin samen aan tafel wil niet automatisch zeggen dat je het dan ook over alles eens bent of wordt. En in dit project van de Vereniging Markdal hebben we ook nog te maken met verschillende overheden. De provincie, het waterschap, twee gemeenten. Dat vergt in ieder geval veel tijd investeren in afstemming met elkaar. En wat we ook wel tegengekomen zijn, dat je in een situatie terecht kan komen als je vanaf het begin in het project betrokken bent. Dat je in een situatie terechtkomt dat je als slager je eigen vlees keurt. Want als overheid houdt en heb je een toetsende rol. Ja, ieder die draagt zijn eigen steen bij in de zin van een initiatiefnemer die moet zorg dragen voor zijn plan. De gemeente die heeft weer andere verantwoordelijkheden die ze moeten invullen. En natuurlijk is daar niet een keiharde scheidslijn tussen, maar uiteindelijk moet iedereen er wel voor zorgen dat hij zijn stukje doet wat hij moet doen. Het is belangrijk om daar oog voor te hebben. Het is belangrijk ook om dat scherp te blijven zien. En juist als je ook iedereen in die zin in zijn waarde laat, want daar gaat het eigenlijk om, dan kun je naar elkaar toe groeien. De Vereniging Markdal die volgt een bijzonder planproces. Daar waar we gewend zijn om een plan te tekenen en dat uit te gaan voeren, is hun vertrekpunt juist de bestaande situatie. En zij zoeken deelnemers die mee willen werken, die kunnen meewerken. En daarmee breidt eigenlijk dat plangebied zich steeds verder uit en wordt langzaam naar een bepaald doel toegewerkt. Waar je als gemeente voor staat, wat jouw kerntaak is, is het zorgen voor rechtszekerheid. Dus als basis voor een ruimtelijke ontwikkeling heb je een gedegen planologische juridische regeling nodig. We noemen het een bestemmingsplan, straks wordt het een omgevingsplan. Maar hoe past dat nou bij dat dynamische planproces van de Vereniging Markdal? Ja, we hebben nu onlangs meegemaakt, het conceptontwerp bestemmingsplan, de inkt is nog niet droog. Of er dienen zich weer een heleboel nieuwe ontwikkelingen aan. En dan kun je als gemeente eigenlijk een beetje het gevoel krijgen van ja, ik hol achter de feiten aan en ja, mijn procedure, wat moet ik daar nou vervolgens weer verder mee? Ja, dus het is zoeken naar een juiste timing. En we hebben daar ook nog niet helemaal het wiel bij uitgevonden, maar ja, het vergt steeds een frisse blik. In de functie van programmamanager richt ik me op innovatie in het fysieke domein, specifiek omgevingswet. Binnen Breda, samen met gemeente Alphenkaam en andere overheden, draaien we het project Markdal. Dat is maar één van de projecten binnen de omgevingswet. In Breda doen we er meer. Wat we hier leren, kunnen we toepassen in andere projecten. Open geest, luister echt naar de ander. Respecteer elkaars belangen. Dus stap uit die standpunten, maar ga het belang wat erachter zit, wat men wil beschermen. En reflecteer. Stap er even uit en hoe zitten we nou aan tafel met elkaar? En wat vinden we nou hier van belang om zo het gesprek weer verder te kunnen voeren? Ik heb een aantal jaren geleden het project Via Breda Broeit gedaan. Dat had ik nog nooit van de omgevingswet gehoord, maar toen hebben we toch ook al gewerkt in de geest van de omgevingswet. We zijn gewoon gestart met een kale plaat asfalt, zonder regelgeving, een aantal initiatieven bij elkaar gebracht en gekeken van nou, hoe kunnen we dit tot stand brengen? En daaruit kwamen ongeveer dezelfde lessen voort van wat vinden we nou belangrijk.
En als ik terugkijk, toen zei ik, goh, zo zou ik het nooit meer doen. Het is zo ad hoc. Je hebt het eindpunt niet in beeld. En nu denk ik van ja, misschien is dat de manier van werken wel. En moeten we leren werken dat we het eindpunt niet in zicht hebben, maar dat we daar stap voor stap dichterbij komen. Het blijkt dat nu we met elkaar aan het werk zijn, dat de taal een grote hindernis is. En bijvoorbeeld, er is een integrale visie nodig of een integrale aanpak nodig. Dat woord hebben wij vervangen door een samenhangbrengende kijk. Oftewel, de crux van het verhaal is, als je met elkaar aan de slag gaat, zorg dat er samenhang is met wat je met elkaar afspreekt. Dus de kern zit in het samen optrekken van begin af aan. En dan is het vanzelf integraal en is het vanzelf samenhangend.